lichtjes voorovergebogen, ogen op het scherm gericht. Jongeren brengen gemiddeld meer dan 3 uur per dag door in deze houding. Zo worden ze overspoeld met informatie en die bereikt hen vooral via Instagram, Snapchat en YouTube. Die gebruik ik het meest. Discord, Instagram. Instagram, TikTok, Snapchat. Ik volg geen nieuwskanalen, nee. Ik zelf lees geen kranten en kijk eigenlijk niet vaak naar tv, dus gewoon op social media. Ik denk meestal dingen, Carwit en VTM. Sommigen noemen het hun raam op de wereld. Maar wat voor een wereld? Injected with coronaviruses. Wat is dat virus dan precies? Klopt het of klopt het niet? En wat kunnen we ervan geloven? Ik zelf weet eigenlijk niet wat ik ervan moet denken, maar ja. Niet alleen Jana, Aziz en Melanie, maar ook de andere leerlingen van Lisa de Vriend hebben het soms moeilijk om feit en fictie te onderscheiden. Er is gewoon zodanig veel nieuws en zodanig veel informatie dat ze daar zelf geen bos door de bomen niet meer zien. En ik wou daar toch een soort van leidraad in proberen bieden, een beetje de weg in helpen vinden voor hen. Ik merkte dat leerlingen met heel veel vragen zaten over verschillende thema's. En dat gaat dan natuurlijk momenteel voornamelijk over COVID en alles wat daar rond zit. Jullie zouden, jullie doen voeding en verzorging, dus jullie zouden binnenkort ook in de zorg gaan werken. Dus jullie zouden ook eerst kunnen zijn om jullie te laten vaccineren. Als we nu onszelf een keer zouden moeten plaatsen op een schaal van 1 tot 10. Plaatsen op een schaal. 1 zijnde, ik doe daar niet aan mee, ik wil het absoluut niet. 10 zijnde, ik wil de eerste zijn om die spuit te krijgen. Zijn er mensen die op de 10 zitten? Vraag je mee? Ja? Nog? Die zeggen van, oh, direct, geen probleem, alle vertrouwen in, ik wil dit vaccin. Oké? Zijn er mensen die eerder daar zitten? Die echt zeggen van, ik moet hier niet weten, hè? Melanie? Op 1. Op 1. Dus jij bent echt, jij vertrouwt het niet. Ik ben bang voor, omdat ik misschien later geen kinderen heb. Van iets dat er gaat gebeuren met mijn lichaam. En de rest, waar zitten jullie zo, Aziz? Je hebt 5. Jij zit toch eerder in het midden. Betekent dat dan dat er toch twijfels zijn? Bij Instagram zeggen ze dat dat echt slecht is. Dat dat jou kan gaan doden, dat dat gevaarlijk is. Maar daarin geloof ik niet echt. Maar als ik dan weer op het nieuws zie dat er al 15 meldingen zijn gegeven over doden, dan begin ik mij wel een beetje zorgen te gaan maken. Eerlijk? Nee, ik zou dat niet willen innemen. Voor wat ik allemaal lees op social media, dat er na de vaccin mensen overlijden en zo, dat laat mij zo twijfelen. In een klas toekomstige zorgverleners kiest maar 1 leerling resoluut voor het vaccin. Eentje weigert pertinent en de rest weet het niet meer. De twijfel die online wordt gezaaid, laat zich voelen in de reële wereld. Je moet wel erkennen dat we vandaag de dag onder druk staan door wat er leeft op en rond die sociale media. In onzekere tijden als corona, waar we te maken hebben met een pandemie, met een virus waar eigenlijk nog bij lange niet alles over geweten is, ook over het vaccin komen nu intussen heel veel vragen, zie je dat er op en rond die sociale media toch heel veel plaats is voor desinformatie. Men zegt vaak fake news, maar wat is fake news? Fake news is eigenlijk, je manipuleert een foto, je plakt er een foute headline over en je verzint een tekst. Fake news is eigenlijk een discipline van een veel complexer probleem, zijnde desinformatie. Waar je zit met mensen die een mening verspreiden, die een studie uit zijn context halen, influencers op sociale media, op Instagram en TikTok, die maar wat zeggen en zich op gelijke hoogte stellen met experten. Dus ja, we moeten ons ervan bewust zijn dat er daar wel wat beweegt in zaken desinformatie en complottheorieën. En dat we jongeren dus moeten de tools geven om toch wel wat kritischer te kijken naar die doorgaans fantastische media, maar tegelijkertijd ook wel sociale media die toch onze maatschappij wel wat onder druk zetten. Desinformatie, hebben we het daar al over gehad? Geeft hij mee welk onderzoek? 3 of 4. Terug in de klas doet Lisa er alles aan om haar leerlingen die tools eigen te maken. Onze eigen mening die we daarover hebben, gaan we eventjes langs de kant schuiven en we gaan ons een keer verplaatsen in andere mensen. Er zijn heel veel mensen die zich wel willen vaccineren om bepaalde redenen en er zijn ook mensen die zich niet willen vaccineren om bepaalde redenen. Ja? Jullie zijn nu 1 van die personen. Ik kan hun idee
niet 100% veranderen. Ik kan hen wel bijbrengen dat andere mensen een ander inzicht hebben over iets of een ander idee daarover hebben. En dat zij eigenlijk de verschillende ideeën daarvan kennen. Om leerlingen kritisch te laten nadenken, denk ik dat een goede vraagstelling zeer belangrijk is. Ik probeer door middel van open vragen, coachende vragen in feite te stellen, probeer ik de leerlingen tot eventueel een ander inzicht te laten komen, zelf antwoorden te vinden op de vragen die zij zelf hebben bij hun bronnen of die zij zelf zouden kunnen hebben bij het nieuws dat ze gehoord hebben. Ik heb verschillende bronnen waar die mensen hun informatie gehaald hebben, heb ik bij jullie gelegd. We gaan nu een keer controleren hoe goed hoe waardevol onze bron is. En daarvoor heb ik postertjes gemaakt. Dit zijn eigenlijk 8 checks die je kan doen om te controleren hoe waardevol jouw bron is. Wat staat er daar allemaal op? Ja, check de bron natuurlijk. Soms reik ik ze echt bronnen aan waar dat zij dan een soort van checklist op moeten toepassen. En ze hebben echt een aantal stappen waarvan dat ze weten, we moeten de datum controleren, we moeten de auteur controleren, we moeten verdere bronnen controleren. Getuigenissen, artsen, zorgkundigen, patiënten, burgers, artsen van de vrijheid. Dus het is een Facebookgroep die claimt dat het allemaal dokters zijn die hier informatie opzetten. Ik laat ze ook elkaars bronnen controleren. Ik vind het ook belangrijk dat ze leren een tweede mening te vragen. Hoe meer meningen dat ze verzamelen van hun peers die samen die kritische denkoefening doen, hoe meer kans dat effectief juist is. Zou dat betrouwbaar zijn, denk je? Ja. Lijkt je dat betrouwbaar? Waarom lijkt je dat betrouwbaar? Omdat er een NL staat. Omdat er NL staat. Ja, het is in Nederlands, dat is zeker. Maar ik zou jullie eigenlijk een keer... Heb je gsm mee? Ja. Moet je dat man eens keer pakken en moet je naar de site gaan? Want op basis van een screenshot kun je dat moeilijker controleren natuurlijk. Hè? Fake news false, when fake lips talk. Material things and diamond rings and fast cars crawl by. It's all a lie. Deze informatie bereikt de leerlingen niet alleen via sociale media. De twijfel verspreidt zich ook via vrienden en familie. Ik hoor van mijn ouders en van mijn familie wat ze over het vaccin eigenlijk vertellen. Mijn moeder kijkt ook wel op Facebook vaak over de cijfers, dat zij ook zelf niet gelooft dat ze zo hoog zijn. En sommige berichten zijn afkomstig van krantenwebsites en zijn niet fake, maar zorgen wel voor verwarring. Er zijn al 15 mensen die door het vaccin gestorven zijn. Hebben jullie alle checks overlopen? Er is één ding dat niet mogelijk is hier. Tot nu toe zijn er 15 meldingen van overlijden na vaccinatie met het coronavaccin. Er staat niet per se een bron bij, maar de 2 accounts vertrouw ik, want die accounts plaatsen altijd wat Telegraafpost en RTL Nieuws en zo. Ik kom ook al dingen tegen op, ook aan social media, dat ik ook wel niet geloof. Maar ik ben wel bang of ik het nieuws moet gaan vertrouwen of niet. Er zijn al 15 overlijdens na coronavaccins, dat zeggen zij. Telegraaf, betrouwbare bron toch? Als we kijken naar onze poster, wat kunnen we, van welke van de checks kunnen wij hier niet uitvoeren? Semi? Verder lezen. Verder lezen. Wij kunnen niet verder lezen in het artikel. Wat zou er verder in het artikel kunnen staan bijvoorbeeld? Ja, wie heeft er allemaal het eerste die vaccins gekregen? Oudere mensen. Bijvoorbeeld mensen die al andere aandoeningen hebben. Er hoeft niet per se een link te zijn tussen het vaccin en de sterfte. Onze media zijn gewoon zeer talig. En dat is voor leerlingen met migratieachtergrond of voor leerlingen die gewoon in het algemeen minder talig zijn, is dat niet altijd eenvoudig. Ook krantenkoppen zijn niet altijd uitgebreid. Je moet meestal verder lezen, vaak zelfs voorbij de inleiding. En lijvige artikels worden daardoor niet altijd juist geïnterpreteerd. Je ziet uiteraard ook vaak dat de klassieke media in hun headlines wel eens op het emotionele gaan spelen natuurlijk. Dat komt ook omdat die klassiekere media, zeker de commerciële media en zeker online, al langer onder druk staan door die sociale media, omdat die met heel veel advertentieinkomsten gaan lopen. Dus al die klassieke media zijn Facebook-accounts gaan aanmaken, maar moeten daarnaast toch ook wel volk naar hun website zien te lokken. En hoe doe je dat? Met een emotionele titel. Dat mensen klikken en het artikel lezen. Op zich heb ik daar geen probleem mee, dat je mensen met een catchy titel lokt naar een stuk dat klopt, dat goed is gemaakt, dat over iets gaat. Maar als de vlag de lading helemaal niet dekt, of dat het richting sensatie gaat, ja, dan heb ik daar persoonlijk wel wat moeite mee. Weet je nog dat woord? We hebben het daar al een keer over gehad, denk ik. Clickbait. Clickbait, goed zo. Top.
Vandaag de dag is kritisch denken ongelooflijk belangrijk. Belangrijker dan ooit, denk ik. Hè. Dat gaat over wat je leest op sociale media. Dat gaat ook over wat je leest in kranten, wat je ziet op televisie. Denk kritisch na. Dan je altijd afvragen, die persoon die hier iets zegt, wat is zijn of haar doel? Maar je zei, men heeft al een deel controle over ons. Op welke manier? Facebook, Instagram, ze hebben meer informatie dan wij van ons kennen. Ja, dat is wel een serieuze uitspraak. In tegenstelling tot sociale media en bepaalde Facebookgroepen, om het zo te zeggen, is een klas veel diverser. Mensen met heel veel verschillende achtergronden, met heel veel verschillende ideeën, waar je een gemodereerde discussie krijgt door een leerkracht. Dus klassen zouden bij uitstek een van de ideale plekken zijn om mediadiscussies te voeren en kritisch denken te stimuleren. Ah, wat is hier het doel? Maar reclame zelf zei je niets, hè. Je moet er wel iets mee doen. Wil je kopen? Ja, dank je, Jada. Goed zo, kopen, hè. Ik denk dat het belangrijk is om echt open vragen te stellen en om hen zelf tot bepaalde conclusies te kunnen laten komen daardoor. Hen zelf bepaalde inzichten te kunnen laten hebben, maar ook compleet niet gefrustreerd te zijn als dat niet lukt. Eerst, ik wou het wat ik zeg helemaal niet, maar nu ik de mening hoor van anderen, zoals Rahi mij dus wel, sowieso het vaccin moeten nemen voor als we op stage gaan bij jongeren en zo. Ah ja, voor jullie stage te doen natuurlijk. Yeah. Ja, absoluut. Ik denk dat ik zelf wel ga vanaf nu opzoeken wat er allemaal gebeurt. Ik geloof niet zoveel in mijn klasgenoten, wat ze zeggen. Waarom niet? Ik weet ook niet zoveel over, maar ik heb een andere mening en ik zie het ook van een andere kant. Ik voel me weer op zo mijn gemak als dingen in leerkracht ons ook wel gerust kan gaan stellen en zo. Het is ook een zaadje dat je plant. Ze gaan op dat moment ook niet altijd toegeven dat ze toch van idee zijn veranderd. Of dat ze toch inzichten gekregen hebben. Maar je plant wel een zaadje om hen andere inzichten bij te geven of om hen feiten voor te leggen. En dat zal wel ergens op termijn een invloed hebben, hoop ik.